We willen het woord van de Heere gaan openen en doen dat in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. Dan willen we lezen uit het 15e hoofdstuk, de versen 44 tot en met 58. 1 Korinthe 15, vers 44 tot en met 58. En dan luidt het woord van de Heere aldus. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levensmakende geest. Maar het geestelijk is niet eerst, doch het natuurlijke daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heeren. Tot zover de schriftlezing. We hopen deze dag twee keer stil te staan bij het slot van 1 Korinthe 15... en vanmorgen de versen 51 tot en met 54, zoals u die net zijn voorgelezen. De tekst voor de prediking, de versen 51 tot en met 54. Geliefde gemeente, ze was een godvrezende vrouw. En ze kon vertellen hoe de Heere in haar leven was gekomen. Hoe Christus haar tot borg was geworden. Inmiddels was ze al enkele jaren weduwe. Haar man was haar ontvallen na een lang ziekbed. Ze was nu zelf oud geworden. Haar lichamelijke krachten waren afgenomen. En veel kon ze zelf niet meer. Ze kon niet meer fietsen, ze kon niet meer auto rijden. En toen ze op een gegeven ogenblik naar vrienden wilde, vroeg ze aan haar buurman of die haar wilde brengen. Maar het instappen en het uitstappen, dat kostte haar toch best wel wat moeite om de auto in en uit te komen. En de buurman, die zag het en die zei tegen haar: nou, buurvrouw, het beste is er inmiddels wel af. En ze keek hem aan en zei tegen hem: nee hoor, het beste komt nog. En toen wees ze naar boven. En dat had ze uiteindelijk ook goed begrepen. Want voor hen die van Christus zijn, ligt het beste immers nog in het verschiet. John Bunyan, die zei dat licht eens: alle genadegiften van God die ons in dit leven gegeven worden, zijn niet meer dan wat kleingeld in onze portemonnee.
Het goud ligt thuis in de hemelse heerlijkheid, in Christus de zaligmaker. Het beste komt straks. En dat is nou wat Paulus hier ook aan de gelovigen in Korinthe voorhoudt. Wat we terugvinden in onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema de kreet reset. Drie gedachten. In de eerste plaats een ongekende verandering. In de tweede plaats een nieuwe wereldorde. En in de derde plaats een klemmende vraag. De kreet reset. Een ongekende verandering. Een nieuwe wereldorde. En een klemmende vraag. Het is nog maar 3 weken geleden dat het Pasen was. De paasjubel die mocht toen klinken. Niet alleen door de straten van Jeruzalem, maar ook wereldwijd door de kerken. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Hij is hier niet, want hij, Jezus de Christus, is opgestaan. Maar wat zien we nu nog van Pasen? Waar schijnt het paaslicht nog? Als je om je heen ziet, als je aanloopt tegen de gebrokenheid van het bestaan, een handicap, een ziekte, zorgen, afbraak van het lichaam. Nu in de gemeente, als daar ook in de gemeente rouw is gekomen, door het sterven van een zuster op hoge leeftijd. Een familie die in de rouw gekomen is en zich voor moet bereiden op de gang naar de begraafplaats. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. De dood trekt door. De dood laat niemand met rust. En als je niet alleen om je heen kijkt, maar ook in jezelf kijkt. De macht van de zonde lijkt dan toch ongebroken. Al die verleidingen. Al die keren dat je in de zonde viel. En is het niet zo dat je het zo vaak met Paulus moet erkennen? Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? De doodsmachten, die trekken en sjorren aan je. Pasen? Leven door de dood heen? We ervaren zo dikwijls de machten van de dood. En we lopen aan tegen de gevolgen van de dood. Soms elke dag, als in huis een stoel leeg blijft en een bed onbeslapen. De begraafplaatsen, die elke week nog weer voller worden. Zal dit ooit anders worden? Paulus, die kende die worstelingen. En het leefde ook in het midden van de gemeente van Korinthe. Want daar liep men ook aan tegen de gebrokenheid van het bestaan. En daar bleven de sterfgevallen, die bleven ook doorgaan. En dat alles vormt nou de achtergrond van ons teksthoofdstuk, waarbij wij dan vandaag ons vooral richten op het einde van het hoofdstuk. Maar het is een heel hoofdstuk over Pasen. Want het gaat in 1 Korinthe 15 over het feit van Jezus' opstanding. De betekenis van Jezus' opstanding. De kracht van Jezus' opstanding. Het nut van Jezus' opstanding. En de troost van Jezus' opstanding. En steeds weer onderstreept Paulus daarbij de waarachtigheid van de opstanding van Jezus uit de doden.
In de eerste 8 versen, dan komen daar vele getuigen ter sprake aan wie de opgestane levensvorst is verschenen. Dat vormt eigenlijk een extra onderstreping voor de waarachtigheid van het heilsfeit. Want de opstanding van Christus mag niet ontkend worden. Want als je de opstanding van Jezus ontkent, haal je eigenlijk de kracht uit het evangelie. Dan is er wel betaald voor de zonde, maar dan houdt de dood het laatste woord. En daarom zegt Paulus het ook in vers 17 en 18. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zij dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dat was nodig voor de Korintiërs om dat te onderstrepen. Want er waren mensen in de gemeente van Korinthe die beweerden dat de opstanding alleen iets is wat in het hart gebeurt. Dan zou het alleen maar gaan om de vernieuwing van het hart. Maar ze geloofden niet in de opstanding van het vlees. En daarom onderstreept Paulus hier de lichamelijke opstanding van Jezus. En van daaruit volgt dan ook de opstanding van het vlees van de gelovigen. En Paulus die beschrijft dus waar het op uitloopt. Het beste komt nog voor een christen. Dat is als de Heere uit die dode akker, als uit een korenakker, het nieuwe graan van een verheerlijkt opstandingslichaam doet opstaan. Vers 44. Dat is een geestelijk lichaam dat niet meer de beperktheden, de zwakheden en de zonde van ons aardse sterfelijk bestaan kent. Maar die belijdenis wordt wel aangevochten, toen al in de dagen van Paulus en vandaag. Want wat komt er nou van dat nieuwe terecht? Al meer dan 2000 jaar lang dat we Pasen kennen en vieren. Maar waar blijkt nou de vrucht van Pasen? Ziekenhuizen liggen nog vol. Graven worden nog gedolven. Oorlogsgeweld zet zich nog voort. De dood heeft nog zoveel macht. En de Heere Jezus, hij is nog steeds niet teruggekomen. De Korintiërs verwachten hem. En wij, als het goed ligt, toch des te meer. Maar we leven nog steeds in een gebroken wereld. En daarom gaat Paulus in onze tekstversen nou alles toespitsen op die grote verandering die er aankomt. Kijk, er is vandaag de dag in onze wereld genoeg te doen over die zogenaamde Great Reset. Dan zou het gaan om een systeemherstel, een soort herstart van de economische orde. Alles zal veel duurzamer moeten plaatsvinden. En plannen tot die grote systeemveranderingen, die zouden al jarenlang zijn voorbereid door een machtige groep elitaire mannen die daarmee heel de wereld naar hun hand willen zetten. Maar waar Paulus van spreekt, dat zal pas werkelijk een Great Reset zijn. Een grote transformatie, een ongekende overgang. En hij noemt het in vers 51 een verborgenheid. Een mysterie. Kijk, jongens en meisjes, als het gaat om een verborgenheid, dat kun je begrijpen. Stel je voor als je binnenkort jarig bent. Je ouders hebben iets moois voor je gekocht. Maar het moet wel geheim blijven en dat cadeau hebben ze ook netjes verstopt. Alleen zij weten waar het ligt en als je jarig bent, halen zij het op. En dan pas krijg je het te zien. En heb je zoiets van, wat is dat een verrassing? Dat had ik nou,
nou nooit gedacht? Nou, dat is nou waar Paulus er een tipje van de sluier gaat oplichten. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Er komt iets groots aan. Er staat iets te gebeuren. Wanneer? De dag weten we niet. Het jaar weten we niet. Wel het moment. Met de laatste bazuin. De laatste bazuin. Dat wil dus zeggen, er hebben eerder bazuinklanken geklonken. Nou, dat kennen we uit de geschiedenis van Israël. De bazuinen die klonken als de mannen werden opgeroepen om deel te nemen aan de strijd. Tijdens de woestijnreis werd op de bazuin geblazen als teken dat het volk moest optrekken richting het beloofde land. En de bazuingeschal klonk om de grote feesten in Israël aan te kondigen. Maar de bazuin is in de Bijbel ook het instrument dat de verschijning van God aankondigt. Denk maar aan het Bijbelboek Joël. Dan lezen we het in Joël 2, vers 1. Over de dag des Heren. Blaas de bazuin te Sion, want de dag des Heren komt. Zefanja spreekt er ook van, Zefanja 1, vers 16. Die grote dag des Heren is nabij. En er wordt er van die dag gezegd dat het een dag is waarop de bazuin en het geklank tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken zal klinken. En het gaat hier, zegt Paulus, om de laatste bazuin. De bazuin die dus het einde aankondigt. Het klinkt als een alarmsignaal, als iets belangrijks waar je op voorbereid moet zijn. Het kondigt de komst van de Messias aan. En dat is niet alleen iets wat in de profeten staat. De Heer Jezus heeft er zelf ook van gesproken. Als we denken aan Matteüs 24. Waar de Heer Jezus het heeft gezegd over zijn terugkomst. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. En Paulus heeft er ook over geschreven aan de Thessalonicenzen, om een laatste tekst te noemen. In 1 Thessalonicenzen 4. Dan staat er, de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods neerdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dus als die laatste bazuin klinkt, gaat er wat gebeuren. Dat raakt de hele mens. Zij die dan nog leven, maar ook hen die al zijn gestorven. Zeker ook hen. Hun lichamen zijn gezaaid. Zoals een graankorrel wordt gezaaid. Sommige graven die op dat moment al eeuwen oud zullen zijn. Andere graven misschien maar een paar dagen. Maar dan zullen de graven weer open gaan. En dan zullen de doden, die zullen opstaan. In het bijzonder van hen, zo schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen, die in Christus gestorven zijn. Die als eerste. Zij mogen die grote dag meemaken. Zij worden dan opgewekt. Vergelijk het maar, al is het natuurlijk maar een vergelijking, jongens en meisjes, als er iets heel belangrijks gebeurt in het gezin. Stel je voor, je krijgt een broertje of een zusje. En je weet dat ook je moeder bijna is uitgerekend. En midden in de nacht vindt dan de geboorte plaats. En terwijl jij nog aan het slapen bent, staat ineens je vader naast je en hij maakt je wakker en die zegt, kom je ook kijken, want je hebt een broertje gekregen.
Nu worden allen die in Christus gestorven zijn, die worden wakker geroepen op de dag van Jezus' terugkomst. En zij mogen op die dag de definitieve overwinning van Christus meemaken. Moeten we eens aan denken. Als we iemand verloren hebben die in Christus gestorven is. Een vader misschien. Een moeder misschien. Uw man of uw vrouw. Een kind. Als zij in dat volle vertrouwen op Christus offerande gestorven zijn, zullen zij er straks als eerste bij zijn. In 1 Korinthe 15 vers 23 zien we ook dat de opwekking van de doden voorop gaat op de dag van Christus wederkomst. Die worden dan als eerste geholpen. Zij mogen deze dag erbij zijn. Zelfs op de eerste rang. Echter, wel met Gods kinderen die dan nog in leven zijn, mogen ze er samen getuigen van zijn. Want op die dag gaat er heel wat gebeuren. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Een nieuwe wereldorde. Want het gaat hier dan om het grote herstel van de wereld. Kijk, meestal duren veranderingsprocessen een hele periode. Als je een bedrijfscultuur wil veranderen, dan ben je best wel een poosje bezig. Als je de cultuur van een dorp of van een samenleving wil veranderen, gaat het ook niet van de een op de andere dag. Vaak gaan er jaren overheen. Maar dat is hier anders. Maar kijk maar wat Paulus zegt in vers 52. In een punt destijds. Vanuit de grondtekst kun je dat ook veranderen. Kun je dat ook eigenlijk vertalen met in een oogwenk. In een flits. In een atoomseconde. In no time. Dat gaat zo snel. Ik denk trouwens dat wij dat vandaag de dag nog beter kunnen begrijpen dan de mensen in de dagen van Paulus. Want voor ons is het toch één druk op de knop en je verzendt een mailtje en die kan heel de wereld bereiken. Of één druk op de knop en als die atoombom afgaat, vergaat een groot deel van de wereld. Eén moment dat alles overhoop zet. Trouwens, moeten we dan ook niet een heel eind terug? Dat is toch op een bepaalde manier ook gegaan met de zondeval. Het was alles perfect, volkomen harmonie. Maar in een punt des tijds, in één ogenblik, in no time, veranderde dat. Die ene blik van Eva, die ene greep van de mens, die ene hap van die verboden vruchten, maakte de aarde tot een verwoesting. Alles werd sterfelijk. Alles werd vergankelijk. Alles veroudert, alles breekt af. En sindsdien verkeert de wereld in een staat van ontbinding. En dat door het handelen van een mens. Door een samenzwering tussen de duivel en de mens. Door een complot tegen God. Maar bij het slaan van de laatste bazuin in een punt destijds zal alles worden omgekeerd. Nee, achter die kreet reset zit niet een groepje elitaire, machtige mannen die de wereldorde naar hun hand wil zetten. Maar hierachter zit de hand van God. Hij gaat ingrijpen. Hij is immers de herschepper.
En daar heeft hij geen laboratorium voor nodig. Hij doet dat in een handomdraai. In een flits. Want hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Als we op ons laten inwerken wat hier staat, is dat eigenlijk onbevattelijk. Want wat gaat er dan veranderen op dat moment? Er is een immense overgang. Van het verderfelijke naar het onverderfelijke. Van het sterfelijke naar het onsterfelijke. Van het gebrokene naar het geheelde. Van een lichaam in een staat van een ontbinding naar een verheerlijk lichaam. Het is een doorgang van die verderfelijke natuur tot de zalige onsterfelijkheid. Zoals Christus is opgestaan uit de doden, zullen allen die van hem zijn eens oprijzen. Ze zullen opstaan met een lichaam waar niets meer aan mankeert. Een verheerlijk lichaam. Dat is een lichaam dat nooit meer ziek wordt. Dat niet veroudert. Dat niet hoeft te sterven. Het lichaam kent geen gebreken. Je hoeft niet voor een nieuwe knie of een nieuwe heup meer naar het ziekenhuis. En die kent geen last van staar. Tot 3 keer toe spreekt Paulus in onze verzen over onverderfelijkheid. En tot 2 keer toe over onsterfelijkheid. Dat laat zien wat er gaat gebeuren als Jezus terugkomt. De doden, die worden opgewekt. En het aardse, het vergankelijke, wordt afgelegd. En er wordt binnengetreden in een wereld van onverderfelijkheid en van onvergankelijkheid. Als de tijd eeuwigheid wordt, zal niets meer te gronde gaan. En zal niets meer wegsterven. En zal er niets meer afbreken. Is dat geen heerlijk perspectief voor allen die in Christus Jezus zijn gestorven? Hun lichaam rust in het graf. Hun lichaam, wat gezaaid is in de dode akker. Maar de dag des Heren is dan de dag van de grote oogst. Het gerijpte koren zal worden binnengehaald. Het graf blijkt voor de gestorven gelovigen een kleedkamer te zijn, waarin zij zich omkleden voor hoge heerlijkheid. En aan hen wordt een heel nieuw verheerlijkt bestaan aangetrokken. Geen verderf meer. Geen pijn meer. Geen zonde meer. Geen dood meer. En een geweldige verandering is op komst. Een overgang naar een situatie zoals die er nog nooit is geweest. En dat geeft die hele nieuwe wereldorde. De machten van zonde, dood en verderf zullen dan worden weggejaagd. Oh, wat een heerlijkheid zal dat zijn. Geen schade meer. Geen verderf meer. Geen schande meer. Nu is altijd alles nog weer door de dood omgeven. Maar weet u, God zal alles op orde brengen. De graven zullen opengaan. En vergankelijkheid wordt onvergankelijkheid. En sterfelijkheid wordt onsterfelijkheid. En heel de wereld zal dan worden tot een paradijs. Nu ligt er nog zoveel in puin. En je merkt dat aan zoveel dingen. Ziekte en zorg stempelt menig leven. De dood hangt als een zwaard boven ons hoofd.
En onrecht lijkt soms te zegevieren. Zullen er zitten vanmorgen die dat bij zichzelf kennen? Vroeger, toen kon u alles aan. Geen werk was u te zwaar. U maakte vele uren en u voelde zich sterk. Maar bij het ouder worden zijn de krachten langzaam maar zeker afgenomen. U merkte dat het lichaam niet in alles meer meekomt met wat de geest nog wel wil. We moeten zien wat Paulus zegt, vers 54. Wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dit, Paulus wijst daarmee naar zichzelf. Hij voelt ook zelf de gebrokenheid. Mensen om hem heen worden ziek, mensen om hem heen sterven. Hij ervaart het verlies, de machteloosheid, de afbraak. Dat kennen we toch, de pijn die dat doet als je mensen moet loslaten. Als je afscheid moet nemen van iemand waar je zo sterk aan verbonden was. Als je de gang moet maken naar de begraafplaats. Als je van binnen zo de machten van de dood voelt. De zonde waar je maar niet afkomt. En die zondemacht die je zo beknelt en benauwt. Maar Paulus zegt straks, als de bazuinen klinken. De graven gaan open. Mensen staan op uit de doden. Vergankelijkheid verandert in onvergankelijkheid. En alles wat hier herinnert aan het door de zonde gebeukte bestaan, dat zal dan plaats maken voor een leven dat doodsbestendig is. Alles wordt nieuw en er komt een hele nieuwe wereldorde. Dat is nou wat Paulus benoemt, waar heel Pasen eigenlijk op uitloopt. Pasen geeft de belofte dat de dood niet winnen zal. Maar dat brengt dan ook wel bij onze laatste gedachte, bij die klemmende vraag. Want het is een machtig perspectief dat apostel Paulus hier ook beschrijft. Want wat een dag zal dat zijn. En wat een heerlijkheid zal dat geven. Maar toch ligt hierin wel een geweldige klem. Want op die dag dat de laatste bazuin klinkt, zullen er nog velen zijn die dan op de aarde leven. Paulus benoemt dat in vers 51. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Dus op de dag van Christus' wederkomst zullen er velen zijn, mag ik het zo zeggen, die het graf van binnen nog niet hebben gezien. Moeten zij dan ook eerst sterven? Moeten zij dan ook eerst de dood ingaan? Nee, zegt Paulus, maar ze zullen wel veranderd worden. Waar Christus de gestorven gelovigen omkleedt in die kleedkamer van het graf in de verborgenheid, zal hij hen die dan nog in het leven zijn, zonder tussenkomst van dood en graf, gaan omkleden. Voor hen geen dood. Voor hen geen graf. En Paulus richt zich hier tot de gelovigen in Korinthe. Zij zullen getransformeerd worden, gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Wel weet u, dit zet mijn, u en jouw leven toch wel direct in een heel ander perspectief. Wij kunnen zo druk zijn met ons werk, met ons werk in de kerk, met ons gezin,
met onze studie. Maar zegt Paulus, wij zullen allen veranderd worden. Alles van deze aarde gaat voorbij. Alles van het hier en nu verdwijnt. Als we denken aan de toekomst over 10 jaar. Wie van ons zal hier dan nog zijn? Een aantal zullen dan zijn ontvallen. Over 50 jaar zijn er meerder ontvallen. Over 100 jaar is niemand van ons hier meer. Waarom gaan we dan zo op in de dingen van het hier en nu? Want hoe zal die verandering voor mij, voor u, voor jou dan zijn? Want die verandering zal niet voor elk mens hetzelfde zijn. Immers, er is ook een eeuwigheid in het verderf. Er is ook de eeuwige pijn in de hel. En de wegen die gaan straks uiteen. Eeuwig verderf of eeuwige onverderfelijkheid. En voelen we iets van die klem? Want dan is het wel bepalend hoe wij hier en nu, vandaag de dag, in het leven staan. Paulus citeert aan het slot van vers 54 woorden uit het profetenboek Jesaja. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. De dood verslonden tot overwinning, jazeker. Maar alleen in en door de Heere Jezus. Hij is de grote overwinnaar van dood en graf. Hij heeft de overwinning behaald. Plaatsbekledend moest hij de dood in. Moest hij de toorn van God moest hij dragen. Maar zo heeft hij aan Gods gerechtigheid volkomen genoeg gedaan. En heeft hij in de weg van zijn volkomen gehoorzaamheid, heeft hij de verlossing over dood en graf verworven. De dood had op hem geen recht. Maar Jezus was bereid de dood in te gaan. En als het lam van God heeft hij de zonde weggedragen. Heeft hij de schuld betaald. Heeft hij de vloek op zich genomen. Maar is hij ook gebleken de overwinnaar te zijn over dood en graf. Want Jezus is niet in de dood gebleven. Hij heeft de dood als de koning der verschrikking overwonnen. De dood moest hem loslaten. De dood kon hem niet binden. En zo heeft Christus de dood verslonden tot overwinning. Alleen in Christus is de dood verslonden tot overwinning. Weet u, wie dus niet in Christus is? Ja, voor die is de dood. Zeker de koning der verschrikking. Want die heeft niemand om voor zijn schuld te betalen en zijn zonde weg te dragen. En als je buiten Christus sterft, sterf je onder de rechtvaardige toorn van God. De gelovigen sterven niet onder dit vonnis, omdat God dit vonnis aan Christus heeft voltrokken. De dood heeft voor hen zijn macht verloren, omdat de Heere Jezus de dood heeft aangegrepen en heeft verwoest. Maar begrijpt u dan voor welke vraag deze tekst ons stelt? Ken ik nou de Heere Jezus? Ken ik de Heere Jezus persoonlijk als mijn zaligmaker? Wat is het nodig dat we in Christus begrepen zijn?
als de laatste bazuin klinkt, zullen we reisvaardig moeten zijn. Het geluid, het zal hoorbaar zijn over de gehele wereld. Het zal overal in doordringen. Ja, tot in de graven, tot in de onderste kelders in deze wereld. Maar op het moment dat Jezus terugkomt, zullen er ook mensen leven. Misschien u wel, jij wel, of ik. En dan kan het zomaar gebeuren, niet voor te stellen. Je zit achter je smartphone. En je luistert naar wat vage muziek. Of je kijkt naar wat nietszeggende filmpjes. Of je bent bezig met je huiswerk. Of je bent bezig om de aardappels van het land te halen. Of je bent bezig om onderhandelingen te voeren om een hogere prijs te kunnen krijgen. Of je voert een sollicitatiegesprek. Of je bent bezig om de maaltijd voor het gezin klaar te maken. En je hoort bazuingeluid. Ineens, Jezus is daar. Je zult veranderd worden. Tot heerlijkheid. Of tot verdoemenis. Begrijp hoe angstaanjagend dat moment is. Voor allen die hier geen acht slaan op de bazuinklanken van het evangelie. Want dan is het over en uit met de grootspraak van een mens. De groten der aarde, die zullen ineen krimpen. De onrechtvaardigen op deze wereld zullen merken dat er dan recht zal geschieden. Ja, ze zullen veranderd worden. Ook zij die op dat moment in de zonde leven. Die de zonde bedrijven, die zich ophouden op de brede weg. Maar als Jezus komt, zullen zij in no time veranderd worden. Veroordeeld tot het eeuwige verderf. Maar hoe anders zal die dag zijn voor allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben leren lief krijgen. Die ontvangen dan een verheerlijk lichaam. En die mogen dan delen in de volle heerlijkheid. Begrijpt u dat het gaat om die vraag wie Jezus voor mij is? En verwacht u de Heere Jezus? Verwacht je met je hart? Ja, want buiten hem, buiten de Heere Jezus, is er geen leven. Buiten hem wacht het verderf. Maar hij komt spoedig. We tellen toch af. Jezus, hij is de dood ingegaan. Hij wilde arm, nietig en klein worden. Hij liet zich bespotten, bespugen en slaan. En al die vernederingen heeft hij willen ondergaan. Maar hij stond op uit de doden. En hij ontving hemelse glorie. En hij heeft de dood opzij gezet. En die bij het geopende graf, net als die vrouwen en net als de discipelen, Jezus, de opgestane, de levende heeft ontmoet. Die ziet er toch naar uit. En die laatste dag, dat de laatste bazuin zal klinken. Eens als de bazuinen klinken, is de dood voorgoed verzwolgen. En de tranen zullen van het aangezicht worden afgewist. Er zal geen smaad meer zijn. Er zal geen rouw meer zijn, er zal geen gekrijt meer zijn en er zal geen moeite meer zijn. Maar weet u, weet jij, van die dag
kan niemand weten. Toch drijft het woord aan tot spoed. Vlucht daarom tot de heiland van zondaar. De bazuin klinkt nog. Het evangelie gaat nog uit. En die opgestane levensvorst, ook vandaag, die wil dat opstandingsleven nog uitdelen. Door zijn woord en door zijn geest. En werp u dan neer aan zijn voeten. Om te midden van de dood van uw bestaan. Of bij vernieuwing het leven te mogen vinden in hem. Die dood is geweest, maar leeft tot in eeuwigheid. Om dat leven uit te delen. Amen.